Je moeder, die je in haar armen neemt na een zakentrip van een aantal dagen. En met tranen in haar ogen vertelt dat ze je zo gemist heeft. Dat ze zo blij is om je te zien. Je kan onmogelijk zeggen dat je eigenlijk helemaal niet zo blij bent. Omdat die heerlijke dagen van binge-watching, gamen en eindeloos chatten met je vrienden nu voorbij zijn. En dus lach je, knik je, beantwoord je haar knuffel en fluister je dat je haar ook gemist hebt. Je denkt en voelt dus heel wat. Dat kunnen andere mensen niet altijd zien, maar ze denken dat ze het wel kunnen zien. Omdat jij je op een bepaalde manier gedraagt. Maar jij gedraagt je soms anders, omdat het zo hoort, of omdat je denkt dat de ander zich misschien slecht voelt en dingen over je denkt. Maar dat kan je dan eigenlijk niet zien. Kan je het nog volgen? Ja, snap je dat daar problemen van moeten komen? Problemen? Psychische problemen zijn dus problemen met je gevoelens, je gedachten of je gedrag. Wat je voelt, wat je denkt, of de manier waarop je je gedraagt, zorgt ervoor dat je even, of soms langer, niet meer de gewone dingen van elke dag kan doen. Zo kan je bijvoorbeeld niet meer goed opletten in de klas, of beleef je geen plezier meer aan spelen, of kan je niet meer goed eten, of werken, of sporten, omdat je zo verdrietig, boos of bang bent. Of omdat je alleen nog maar aan één ding kan denken. Of aan veel te veel dingen. Of aan alle dingen tegelijkertijd. Of omdat je maar niet kan blijven stilzitten. Of dingen doet zonder nadenken. Je kan zelf merken dat het niet zo goed met je gaat. Je hebt er echt wel last van. Het stoort jou. Daarom noemen ze het soms ook een stoornis. Maar ook andere mensen kunnen zich zorgen over je maken. Ze kijken naar hoe je je gedraagt en wat jij vertelt over wat je voelt en denkt. Maar wat er precies allemaal in je hoofd omgaat, weten ze niet. Dat maakt het moeilijk.